Zelm tegen FC Trias. Zelm in degradatiegevaar. FC Trias natuurlijk de koploper in de vierde klasse. Trias zou kampioen kunnen worden. Dan moest het winnen. En is het wel afhankelijk wat Mac en Lochem nog doen in deze vierde klasse. Stemenink. Die houdt de bal niet binnen. Ja, de bal helemaal over de lijn geweest. Met de ingooi voor Zelm. Vrije bal in de richting van de 16. Die kan eruit gekopt worden. Dan wordt hij toch nog opgevangen. En dan hier de overtreding. Op Stemenink. Een vrije trap van Yassine Oudighi. En die gaat... Oh, die gaat op de lat. Die leek er zomaar in te gaan. Maar de bal die knalt op de lat en eroverheen. Mooie vrije trap van Yassine Oudighi. Hier Menno Heijboer. Menno Heijboer die kan misschien scoren. Nee zeg. Die bal die wordt nog gered door Karstieken. Doelman helemaal uit zijn doel. Maar die zit er compleet naast. Wil ook geen overtreding maken. En dan ligt het doel open. Maar dan is het Tieken die redt voor Zelm. Zo blijft het 0-0. Een hoekschop. Die er ook uit wordt gewerkt door Zelm. We kunnen de bal niet in de ploeg houden. Weer een overtreding. De vrije trap van Yassine Oudighi. Die wordt gestopt. En oh, en weer op de lat. Een mogelijkheid voor Jeffrey Houwers van FC Trias. Die dacht dat hij hier niet meer misschien aan de bal zou komen. Maar de doelman heeft hem niet te klem vast. En had hier de 0-1 op zijn schoen. Bal dan weer opgevangen. Yassine Oudighi die bal hier goed doorspeelt. Maar het spel moet dan even stilgelegd worden door deze botsing met de scheidsrechter. Nou, weer een overtreding. Dit keer op Menno Heijboer. Dat levert weer een vrije trap op voor FC Trias. Met Yassine Oudighi achter de bal. En oh! Yassine Oudighi. Nou, die kan het dus ook. Die krult hem gewoon erin, zeg. Wat een prachtige vrije trap. En staat Trias op een 0-1 voorsprong. Het ging er af en toe hard aan toe in deze wedstrijd. Toch wel veel overtredingen. Dit toch wel een ongelukkige botsing misschien wel. Hofman. Cornelis Hofman aan de linkerkant van het veld. Trekt dan naar binnen toe. Die kan schieten. Dit keer zit de doelman er goed bij. De ruststand was dan 0 tegen 1 in het voordeel van FC Trias. Dan Zelm dan. De rechterkant. Is dat een overtreding? Ja. Dan kan er niet meer verder gevoetbald worden. De ene overtreding naar de andere overtreding die gemaakt wordt. Hier de duel van Tom Berendsen. Het slachtoffer is Raymond Massen. Hier dan de bal gekopt en oh, die gaat erin zeg. Hij gaat er gewoon in. Tjonge. Dennis Massen die kopt die bal goed naar de grond. Dan lijkt de doelman wel helemaal verslagen te zijn. Ja, die ligt daar op de grond. En dan zie je ineens zomaar Xander Te West zich omdraaien. Die kijkt van oh, ik kan die bal erin koppen. Ja, en dan staat het gewoon 1-1. Hier zit de doelman dan goed bij. Ik kan hem meegeven. En de volgende botsing. Yassine Oudighi, die ook een duel krijgt. Dat levert ook weer een vrije trap op. Ja, voor Zelm gaat het natuurlijk nog ergens om. Vrije trap, die wordt gemist. Zelm kan natuurlijk de drie punten heel hard gebruiken. Hier de afstandsschat nog een keer. Oh, nou. Die heeft nog een moeilijke stuit erin zitten hoor, deze bal. Maar de doelman lijkt daar toch nog prima bij te zitten. Goed weggedraaid en het schot. En een goal! Nee, op de paal zeg. Tjongejonge, daar komt Trias goed weg. Prachtig gedaan van Zelm.
helaas op de paal. Schemerdink. Nou, ook weer in botsing. Dat is wel een proefwart. Die proeven we misschien nog een doelpunt. Hier nog de overtreding. Met een gele kaart voor Tom Berendsen en de vrije trap voor Zelm. Hier dan het schot en ja, hij gaat erin! Hij gaat erin! Benning die scoort hem voor Zelm hier zo. En dan staan ze voor met 2 tegen 1. In de slotfase van de wedstrijd. En dan vier je natuurlijk een feest. Trias dan. Kan het nog wat? Tik je hier in de richting van de Oediki. Oediki! Oh, de gelijkmaker! De gelijkmaker van Josje de Oediki, zeg. Het gebeurt dan allemaal nog in de slotfase van deze wedstrijd. En eigenlijk wordt er wat slecht verdedigd hier door Zelm toch. 2-2. Een vrije trap nog. Die eroverheen gaat. Er gebeurde veel in deze wedstrijd. Veel overtredingen. Dat wordt Berendsen net gemist. Dan krijgt hij nog een klein tikje. Dan zit je ver naast. Maar goed, als je geraakt wordt, dan weet je nog niet hoe het afloopt. Maar gelukkig loopt het nu goed af. Het levert nog wel een gele kaart op. Hier de vrije trap nog. Maar Zelm kan wegwerken. Heel veel gebeurde er niet meer in deze wedstrijd. Er zat wel van alles in. Voor Zelm stond er natuurlijk nog behoorlijk wat op het spel. Maar verder dan 2-2 in deze wedstrijd kwamen we niet. Dat was ook de eindstand. Sure, yeah. Okay.